Hey, vet dat je weer kijkt. Vandaag jubileumvlog. 2 jaar geleden toen nam ik namelijk precies op deze plek mijn eerste vlog op. En nou ja, sindsdien zijn er nog wel een paar gevolgd. Dus vandaag weer even lekker naar de Veluwe Zoom. Bij wijze van herinneringen ophalen, hier weer even lekker rondlopen en op zoek naar wild. Ik heb er zin in, ik heb de eerste dammertjes al gespot, dus wat dat betreft al een goed begin. En gaan we nu op zoek naar meer. Ben benieuwd. Dat is mooi. Daar verderop dacht ik op een gegeven moment dat ik zag een paar hooglanders, en dat herken je wel, die hebben een hele platte rug en die kop loopt eigenlijk meteen door. Toen op een gegeven moment zag ik op het veld, dacht ik opeens, hey, die nekken steken uit. Edelherten, de eerste, dat is mooi. Het is nog een beetje nevelig en dan met het eerste opkomende licht zo, ja, dan steken die herten dan heel mooi tegen af. Ik heb ook sterk het idee dat ze zo meteen hier het pad over gaan steken, dus ik ga even kijken of ze dat ook gaan doen. Dat zou heel cool zijn, ik kan mooie beelden maken. Verderop nog een roedeltje damherten die lekker aan het grazen en het spelen langs het pad was. Het is grappig hoeveel omstandigheden uit kunnen maken voor de beleving, voor je beelden natuurlijk ook. Het is nu een beetje nevelig, een beetje gelig. Ja, en dat levert gewoon schitterende beelden op. Dat is echt fantastisch mooi. Dus wat dat betreft, ik vind het nu al helemaal geslaagd. Het is nou al de derde keer of zo dat er edelherten vlak voor mijn pad oversteken. Dat is heel vet. Maar iedere keer ben ik net iets te laat met mijn camera. Nu ook. Ik heb er 2 van de 3 op. Dus ik hou hem nu maar even zo statief uitgeklad. Kijken wat er nog meer komt. Nou, ik dacht oprecht van het wordt niet meer zo koud dat ik nog ijshaar ga vinden. Maar wat denk je wat? Toch nog koud genoeg geweest. Mooi man, ook weer gevonden. Nou, helaas al even geen wild meer gezien. Het is rustig aan het worden. Maar wat ik wel overal hoor, zijn de vogels. Die gaan echt lekker los hoor. Het begint echt weer lente te worden. Overal hoor ik vinkjes en koolmezen zingen. Ik hoor boomklevers naar elkaar roepen. Grote bonte spechten die naar elkaar zitten te roepen en te roffelen. Zwarte spechten. Dus wat dat betreft, heerlijk. Het wordt weer lente. Ja, dat was wel weer een mazzeltje. Een mooi damhert met zo'n groot plaatgewei. Ik hoorde op een gegeven moment iets en ik kijk zo naar links. En toen rende die zo door de bosjes langs. Super vet. En toen vervolgens ging die ergens stilstaan en was ook echt heel goed verstopt. Het is dat ik wist dat die er stond, anders had ik het nooit gezien. En dat je ook echt op een gegeven moment op het filmpje ook af en toe zit te kijken van waar is hij nou? En dat je hem alleen ziet als hij even zijn gewei beweegt. En dan heb je hem wel door, maar kunnen die beesten goed verstoppen zeg. Zo. Nou, ik vind het weer mooi geweest. Ik ga lekker naar huis toe. Het was een heerlijke ochtend. Begon goed met veel herten. Vervolgens lekker door het bos gelopen. Mooie omstandigheden voor foto's. Dus bij deze nog eventjes een paar foto's van een aantal prachtige zonnestralen door de bomen door. Echt schitterend, prachtige omstandigheden. En als afsluiter nog een mooie dambok. Daar ben ik heel blij mee. Nou, ga ik nu weer lekker op huis aan. En het was een lekker ochtendje. Ik hoop dat jij het ook vond. En ik hoop natuurlijk ook dat je het leuk vond om mee te kijken. En zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!